Het aankomende weekend gaat Ubisoft weer een aantal Assassin's Creed uitbreidingen, nieuwe delen um, aan het publiek bekendmaken. Als het goed is, vier stuks. Twee in de Infinity Sea, dat is iets nieuws, dat wordt een groot platform en daar komen dan steeds nieuwe Assassin's Creed games in. Uh, dan heb je nog een mobile game en dan heb je nog een game die... Assassin's Creed Mirage schijnt te gaan heten en dat wordt dan wat meer een ouderwetse Assassin's Creed-game met een focus op stelt. Oftewel, er komt weer heel veel Assassin's Creed aan. En um, toen leek het me eigenlijk wel leuk. Toen dacht ik bij mezelf: is het ook begonnen als iets uh, waarbij het al meteen de bedoeling was om Zoveel mogelijk deeltjes eruit te gaan kakken. Hè? Ik bedoel, dat, dat is een beetje waar Ubisoft onbekend staat als het gaat om de Assassin's Creed franchise. Is het compleet uitmelken van de Assassin's Creed uier. Er zijn in totaal, hou je vast, kleine raadsel, hoeveel games zijn er uitgekomen van Assassin's Creed. In totaal, vanaf 2007 toen het eerste uitkwam, dat is in 15 jaar tijd, hou je vast, 27 games. Komen die vier erbij, dan hebben we het al 31 games. 31 Assassin's Creed-games. Daarnaast comics, figurines, Cards, weet ik veel. Er is ontzettend veel uitgekomen. dus met recht een uitmelk game. Maar hoe is dat nou ooit ontstaan? Hoe is de eerste, de allereerste Assassin's Creed um, ter wereld gekomen? Nou, daar ben ik dan even ingedoken en um, ja, zoals altijd, en logisch, want anders had ik dit werkstukje, spreekbeurtje niet gemaakt. Um, is het weer iets heel Bizarre. Want je zou natuurlijk denken uh, uh, dat het gewoon vanaf dag 1 het idee was, maar het is ook weer niet helemaal zo. Het is heel langzaam ontstaan. En het begin, het allereerste begin van Assassin's Creed, waarin het eigenlijk mee begonnen is, eh, er moet altijd een soort, van, ja, een soort van steen zijn die gaat rollen en die uiteindelijk gewoon een, een, een aardverschuiving veroorzaakt, waardoor een game uh, uiteindelijk er gaat komen, is, hou je vast, Donald Duck Going Quakers. Dames en heren is het begin van de Assassin's Creed franchise. Nou, mocht je nu denken, uh, jij heb je, weet ik veel te veel LSD genomen of ben je nu inderdaad voor het eerst in je leven echt aan de alcohol? Nee, um, je moet dit niet helemaal letterlijk nemen. Het is niet dat ze deze game hebben gemaakt en toen zeiden ze van, hé, hey, maar hé, hey, dat is leuk, Donald Duck en uh, je kunt hem hoog en je komt er laag. Hey, Assassin's Creed, zo werkt het niet helemaal. Het is eigenlijk een beetje anders. Uh, deze game, zo rond 2002. Uh, toen was Ubisoft een bedrijf wat ja, nog niet echt bekend stond om de blockbuster franchises die je vandaag de dag hebt. Hè? De Far Cry, The Division, Rainbow Six, Ghost Recon, Assassin's Creed. Dat is Ubisoft. Ubisoft is grote franchises waar regelmatig delen van... Uitkomen. Maar in die tijd maakten ze ontzettend veel games en heel veel van die games waren double A, misschien wel single A. En uh, Donald Duck Coin Quakers was daar eentje van. En er waren een aantal mensen, een aantal jonge mensen uh, bij Ubisoft, die uh, met name met deze game bij zich waren geweest. En die hadden zoiets dus van: Ja, serieus, heb ik nou echt keihard geleerd om games te maken om mijn hele leven dit soort. Halfbakken Donald Duck games te maken. Dat, dat moet toch beter kunnen. We moeten bij Ubisoft toch even de lat iets hoger kunnen uh, leggen. En een van die jongens die dat uh, dacht, dat was Patrice Dessier. En hij was de lead designer van de game die je ziet. Donald Duck uh, 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 Going Quakers. En uh, hij had zoiets van. Er moet meer zijn. Ik wil de lat hoog gaan leggen. En tegelijkertijd was men in Montreal ook al uh, bezig met het maken van de game. Of uh, niet maken, die game was uitgekomen. Splintercel, de eerste Splinter Cell. Stealthy, actie. En dat, dat had best wel veel succes. Dat was in één keer echt een robuuste AAA-IP, uh, waarbij Ubisoft zich echt alvast een beetje op die kaart begon te zetten. Hè. Pas een aantal jaren later werd Ubisoft die hele grote developer... en je weet het, inmiddels zijn ze een beetje uh, achteruit aan te gaan. Maar dit was nog eigenlijk de weg omhoog. En um, Dessier had een soort van idee van... wat als we nou de Prince of Persia uh, uh, game... en uiteindelijk gaat het dus om Prince of Persia Sense of Time... maar als we Prince of Persia nu gewoon eens gaan... Reboot. Nou, vandaag de dag uh, is Reboot een zeer modieuze titel en elke game krijgt, uh, 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 krijgt bijna een reboot. Ik heb namelijk ook al gehoord dat The Last of Us Remake inmiddels volgend jaar ook een reboot gaan krijgen. Um, maar dat leek ze wel wat om daar eens mee te gaan spelen. Ik bedoel, Dessier was iemand die geïnteresseerd was in historie, um, Splinter Cell had een soort van stelt. Um, Jordan Mechner, dat is de, ja, de, de, de man die Prince of Persia heeft bedacht... Die, die voelde er ook wat voor. Uh, en um, Desier, die maakte een soort van clip waarbij prince, de prins hemzelf... Uh, ja, de prins, prins, uh, dat die uh, ja, een soort parcours deed. Dus tegen, uh, 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 ja, tegen gebouwen opliep en daarboven kon klouten en al dat soort dingen. En uh, Jordan Mechner was overtuigd. Dit was... Dikke shit. Dit, dit wilde die wel, en daar is dan uiteindelijk Prince of Persia: Sense of Time uitgekomen, en dat was een hele grote. Hit voor Ubisoft. Echt een, 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 een reboot die ook daadwerkelijk een reboot was. Want iedereen zat weer helemaal in de Prince. En ik moet ook zeggen, deze game heb ik met heel veel plezier gespeeld. Ik vond het echt heel tof om te doen. En Ubisoft had toen nog niet zoveel last van dat elke game op elkaar leek. Dit was nieuw. Uh, het was vrij uniek. Je kon ook dan weer. Dat, ja, ik zag het net even: je kon een soort van re- wind doen. Dus dan als je verkeerd sprong, dan, kon je, dan ging je weer terug. En dan kon je het opnieuw doen. Het was gewoon heel erg tof. En je ziet hier dus bepaalde elementen in die later terugkwamen bij um, Assassin's Creed. Nou, dan heb je dus dat management van Ubisoft, Guillemot en zijn vrolijke vrienden. Uh, en die hadden zoiets van, hé, hey, maar dit scoort goed. Uh, we verkopen veel games. Uh, goed voor de naam van Ubisoft. We worden wat meer serieus genomen. Doe nog maar een sequel hiervan. En um, deze kreeg een soort carte blanche om. Uh, terwijl er gewoon nog sequels van Prince of Persia werden gemaakt voor de. op dat moment. Uh, PlayStation 2. Uh, hij kreeg een soort van carte blanche om. Uh, de next-gen versie van Prince of Persia te gaan maken. voor de Xbox 360 uh, en de PlayStation 3. En op dat moment. Um, ging uh, DCR uh, de bibliotheek in, zijn eigen archief in. Ging hij een beetje rondsnuffelen naar uh, ja, wat wel of niet tof was. En um, kwam hij zo heel langzaam, uh, uh, ja, langzamerhand een beetje op de route voor wat SS Kiet moest zijn. En dat gebeurde toen hij op een gegeven moment een verhaal las over een... Uh, de, ja, dan moet ik het wel goed lezen hoor. De Hashashin. En de Hashashin, dat is een... Um, een, een orde van assassins... Uh, uit de twaalfde century. Um, en uh, die hadden nogal de neiging... om hun kills overdreven flashy te maken. Hè? Dus wat je bij Assassin's Creed ziet, althans de eerste delen. Hè? Uh, want uiteindelijk zie je de, de Hashashin terug in Assassin's Creed 1. Um, ja, dat, dat weet je wel, die hele vette keels van bovenaan vliegen... en dan wap, weet je wel, met het mes in iemand zijn keel. En vervolgens kwamen ze weer, uh, konden zich helemaal weer mengen... in het volk wat op straat was en waren ze niet meer te tonen. Nou, die uh, orde, dat, dat vond... Uh, um, deze hier, bijzonder interessant. Daar, daar zat een verhaal in. Uh, daar zaten ook uh, mooie steden bij, Jeruzalem, uh, Damaskus. Uh, en zo langzamerhand, uh, waar hij eerst Prins of Persia nog erin verwerkte in die Assassin's sfeer, kwam hij heel langzaam. Tot de besluit om de prins eruit te halen, wat meer te focussen op de assassins. Um, hij nam een aantal mensen aan, waaronder Jade Raymond. Nou, Jade Raymond was toen nog een uh, jonge dame die vooral gespecialiseerd was in open world games. Iets wat op dat moment nog niet iedereen in de vingers had, of onder de knie. En um, vervolgens kwam daar ook nog een keer, en dat is een beetje ingegeven door het management, van ja, er moet ook een stukje modern in, kwam dus ook nog eens een keer... Uh, die mix gingen ze maken uh, met de moderne tijd, waarin je dus, uh, uh, ja, de assassin, die ging dan de hele, weid, hele tijd heen en weer tussen de huidige tijd en de moderne tijd. Uh, Des Desmond. En ik, ik zat even te kijken, Altier en aan de andere kant was Desmond. Uh, en, um, ja, dat spel, dat werd uiteindelijk dan Assassin's Creed. En zo werden die demos die werden gemaakt, hè. ze maken altijd gedurende het proces, maken ze een aantal demos. En zo langzamerhand um, kwamen ze steeds dichter bij uh, uh, het uiteindelijke uh, resultaat uh, van Assassin's Creed 1. Nou, we hebben heel wat Assassin's Creed-games inmiddels al uh, gezien. En um, Ubisoft geloofde enorm in deze game. En dat moet ik ze dan wel uh, meegeven, want dit soort games, um, een nieuwe IP neerzetten, is gewoon niet makkelijk. Ik bedoel, ik weet wel, ik heb de eerste Assassin's Creed op de E3 gezien. Ik was wel meteen compleet weggeblazen uh, door wat ik zag. En, en door wat ik, uh, 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 ja, wat ik gewoon zag. Um, ik wist wel van hé, hey, hier, hier zit wat in. Dat dat. dat die, die stealth kills en die menigte waar je doorheen kon gaan. en, en, en de omgeving, de, de historische verantwoordelijkheid uh, van verantwoording. Uh, ik vond dat heel erg tof. Maar Ubisoft was overtuigd dat dit huge zou gaan worden. En ze waren zo overtuigd hiervan. dat ze het dus in 2007, het najaar van 2007. een slot gaven om uit te komen. Dat is zeker in die tijd waren dat hoog. Hoogtijdagen, oktober, november. Iedereen bracht in die tijd uh, daar zijn games uit. En op dat moment kwam namelijk ook Halo 3 uit. En iedereen had het idee: Halo 3, daar moet je gewoon geen game tegenover zetten. Ubisoft deed het wel. En met succes, want er werden 9 miljoen kopieën van verkocht. 9 miljoen kopies, um, dat is hartstikke veel. Inmiddels heeft Assassin's Creed al meer dan 160 miljoen um, stuks verkocht. Van die 27 verschillende delen dan. En um, daarmee was eigenlijk de franchise gekozen. Ik bedoel, er was zeker kritiek vanuit de media. Uh, er waren te weinig sidequests. Um, het battelen. Ik bedoel, de stealth was cool. Maar het battelen zelf, het zwaardvechten, dat was allemaal een beetje clunky. Dus dat was, het was zeker geen 9 of een 10. Iets wat Ubisoft best wel vaak net niet lukt om een 9 of een 10 te scoren. Het zijn altijd 7's, 8's, hoge 8. Um, ik heb het daar wel vaker over. Van Ubisoft moet eigenlijk wat minder games maken. En proberen nou zo'n game echt eens een keer naar. Een, een Zelda-esk of een GTA-esk uh, of een The Witcher-esk niveau te krijgen. Dat lukt ze steeds net niet. Um, maar 9 miljoen kopieën was in die tijd gewoon heel erg veel. En um, ja, wat dat betreft. Uh, uh, doorgaan. En dat zijn ze ook gaan doen. En het grappige was: kijk, er zijn natuurlijk heel veel delen, 27, maar de main game, Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, 3. Origins, Odyssey, Walhalla, weet ik allemaal wat er is uitgekomen. Uh, het grappige was dat vrij snel na deel 1, en ik wist dat niet, is er een andere game uitgekomen van Assassin's Creed. En uh, die heette Alters Chronicles. En die hebben we hier. En um, ja, je zou zeggen, ja, lekker belangrijk. Het was op de Nintendo DS. Uh, het was ook helemaal geen goede game. Maar dit liet eigenlijk toen al zien in 2007. dat Ubisoft vrij snel en, wat mij betreft, veel te snel. besloten had: hé, hey, maar die Assassin's Creed. dat is voor ons een, een uier, dat is een melkkoe. Uh, Daar gaan we gewoon flink uitmelken. En dit was een soort van. ja, een soort van game. met wat. wat rare stealth shit erin. en, en, en wat battles. Uh, ja, niet heel erg tof. Het deed ook verder niks. Maar dat laat wel zien dat. al zo snel. Ze begonnen met spin-offs, iets wat je bij andere series vaak niet ziet. Vaak moeten er toch wel twee, misschien drie, maar ik denk meestal zijn er twee, twee delen echt supergoed gaan uh, uh, verkopen. En dan gaan ze ook daadwerkelijk uh, kijken of er nog meer uit te halen valt. Nou, dat heeft Ubisoft vrij snel niet gegaan en de rest is eigenlijk een beetje historie. De historie is dat we deze, dit weekend dus, tijdens Ubisoft Forward... Naar voluit, want uh, Ubisoft um, uh, uh, gewoon is er weer veel gelekt. Uh, vier delen van Assassin's Creed gaan uh, te zien krijgen. Hey, we krijgen straks die Infinity, uh, wat een soort van gigantische open wereld wordt. Uh, waarbij steeds nieuwe delen in gaan kopen. Dus dan krijg je een soort van subscription modelachtige games. As a service, whatever. Uh, Mirage, wat dan weer een, 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 een eigenlijk een DLC was voor Walhalla, Waar ze nu weer een aparte game van hebben gemaakt. Uh, een de, eentje van die infinity games die zal zich in Japan gaan afspelen, de andere in het oude uh, uh, Rome van ja, meer het, het Vaticaan Rome, dus de 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 de, de, de geloofsstrijd die er toen was, uh, oh, allemaal hele interessante tijden, maar het is zo fucking veel. Het is veel, we hebben het altijd al gezegd: Assassin's Creed en Ubisoft, het. het ze moeten oppassen dat ze gewoon het niet uitmelken. Die games zijn vet. Maar elke keer speel ik het weer. Vind ik voor de helft vind ik het leuk. En daarna duurt het me te lang. En begin ik me te irriteren. Omdat het de hele tijd een beetje hetzelfde is. Maar goed, dit is wat Ubisoft wil. Uh, blijkbaar komen er nu weer een aantal nieuwe delen aan. Hoewel deze delen pas dan 2024 zouden komen. Dus ik ben benieuwd wat ze in die tussentijd gaan doen. Dat horen we dan zaterdag wel. Wil ik afsluiten met wat wel grappig is. Uh, er is namelijk één iemand, en dat is een Belgische gast... Uh, die, uh, die onderzoekt allerlei conspiracies en, en maffe en dat soort dingen. En het grappige is dat hij heeft een interview gedaan met Desirée... en dat is helemaal niet zo vaak besproken. Althans, niet zo vaak als ik uh, tegenkwam. Um, namelijk dat Assassin's Creed van origine maar drie delen zou hebben. Deel 1, deel 2. En deel 3. En Deel 3 is het best verkochte deel. Maar drie delen. Dat was de bedoeling. En de bedoeling was dan aan het eind van deel 3 uh, dat Desmond uh, ja, tschuw, zo de, 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 het luchtruim zou kiezen in een spaceship en weg zou zijn. Dat zou een soort van epische afsluiting zijn van het hele verhaal, waarbij uh, ja, ze de hele tijd weer terug in de tijd gaan, in vooruit in de tijd, et cetera. Dat verhaallijn zit er nog steeds in. Maar uh, het is natuurlijk eigenlijk steeds meer naar de achtergrond gegaan. Het is inmiddels natuurlijk gewoon een historisch verantwoorde serie. Uh, de creds moet je geven. Ik bedoel om in 15 jaar tijd uh, 155, 160 miljoen stuks te verkopen. Is waanzinnig. Ik geef ze alle creds dat ze. Uh, dat mensen die Assassin's Creed spelen. Uh, bijvoorbeeld jonge mensen, dat die ook wat kunnen leren van historie. Dat vind ik allemaal heel erg tof. Uh, het was duidelijk dat. Uh, Ubisoft zag al bij deel 2 van hé, hey, maar dit verkoopt gewoon hartstikke goed is een beetje dom om dan nu al bij 3 deel 3 te stoppen. Ehm um Hadden ze bij deel 3 moeten stoppen? Dat weet ik ook weer niet. Uh, ik vind Assassin's Creed wel heel sterk. Ik hou van historisch verantwoorde games. Ik snap ook wel, als je zo'n IP opzet, dat je dat niet na drie delen alweer weg gaat gooien. Denk aan Uncharted. Denk aan The Last of Us. Uh, het gaat mij om die timeframe. Er moet gewoon langere tijd tussen zitten. En dan heb je wel weer zin aan een mooi historisch verantwoord verhaal. Zeker als ze de gameplay ook wat zouden veranderen. Uh, we gaan het zien. Ik ben. Best wel geïnteresseerd in wat er gaat gebeuren aanstaande zaterdag. Uh, we gaan het ook zeker volgende week bespreken bij GameKings. Maar dan weet je in ieder geval waar Assassin's Creed vandaan komt. En dat is dus Donald Duck.